Hallo iedereen en welkom terug op het kanaal van Do What You Want. Ik ga vandaag snel Slender the 8 Pages spelen. Sorry, ik heb heel weinig tijd vandaag. Dus laten we gewoon ermee meteen invullen in deze game. Sorry voor een beetje lag in de game. Sorry voor lag game. Maar ja mensen, waarom heb ik amper tijd? Gewoon ja, ik heb veel updates moeten doen voor het kanaal. Ik heb ook mijn weekplanning moeten opschrijven. Daarna heb ik gewoon een beetje geluisterd naar muziek. Ondertussen kon ik wel een video maken. Die bomen doen weer creepy. Super creepy, but surprise. Oké. Okay. Dat is weer gezellig om te zien van bomen verschijnen in een bos. Logica. Maar ja, toch ja. Ja, oké, mensen. Ik wil ook wel een beetje vrije tijd hebben. Mijn leven is heel YouTube. Dus ja, je had het YouTube. Man. En moet ik even weten hoe weinig tijd dat ik soms heb voor mezelf. Af en toe kan ik wel een beetje muziek luisteren op YouTube zelf. Kijk af en toe naar naar een van mijn favoriete YouTubers. En kan ik hier door? Nee, dat is al een hek, dus we kunnen daar niet door, helaas. Jammer. Maar ja, dus ja, je had het YouTube, mensen, echt waar. Dus ja, voor elke dag iets te uploaden, dan moet je ook nog een keer zorgen dat de video goed is, dat er geen haperingen bij zitten. Dat het logo van Viltra nog ergens op het scherm komt, dat er links in de beschrijving staan. Kwaliteit goed enzovoort. Dat is echt niet normaal. Hoeveel tijd dat erin zit, moet ik raden hoe lang dat ik aan één video zit. Dus, moet ik denken, videotje van een kwartiertje. Voorbereiding enzovoort. Dus ja, moet je recording systems klaarzetten. Game zelf. Zorg dat je wakker bent op. Wakker. Wat bedoel ik met wakker? Ja. Sommige YouTubers praten soms dat ze ver in slaap vallen. Of sommige YouTubers praten op één en hetzelfde toontje. Dat is wat niet leuk om te luisteren zo van. YouTube. Oh, dat is zo leuk. Ik wil een grote YouTuber worden. En dan praat ik altijd op één en dezelfde toon. Dus ja, ik wil niet op één en dezelfde toon praten. Hier hangt geen page, helaas. Dus karakter, begin maar al te lopen voor naar de volgende locatie, zoals jullie zien. Dus ja, je had het dan voorbereiden. Dan moet ik ook nog zelfs een template. Dus een template moet ik ook nog zoeken voor de video. You know what I mean, voor de vid. Dus ja, dan moet ik ook nog zoeken voor de vid. Maar ja, meestal zoek ik dat dan nog op internet, want ik heb even weinig tijd voor de template zelf te maken. Want binnenkort een page. Tada! Dus ja, binnenkort starten de examens bij iedereen. Als je in beroep zit, starten de examens later. Maar ja, ik zit ook in beroep, dus geen paniek om te zeggen van, oh my god, jij zit in beroep. En ja. Dus ja, ik zit ook in beroep, dus fuck jou. Fuck jou technisch, fuck jou ASO en zo verder. Ik heb er niks op tegen. Maar ja, die starten ietsje vroeger dan de beroepsmijn-examens. Ja. Die kunnen er ook niet aan doen dat ze er veel meer moeten studeren dan wij beroepers. Maar ja, ik zit al in het vijfde jaar beroeps. En ik moet mijn leerstof ook kennen, het vijfde jaar. Niet zo makkelijk als het lijkt, mensen. Ik moet niet denken van, oh, vijfde jaar, beroeps, makkelijk. Nee, totaal niet, want ik zit namelijk in verzorging, zoals jullie al lang weten. Gezellig, what the fuck is dat op de muur? Geen idee, maar toch. Dus ja, ik zit in het vijfde jaar verzorging. Heel gezellig, heel leuke informatie over mezelf, vijfde jaar verzorging. Yay, yeah, no bitch, fuck you. Dus ja, ik moet nog studeren voor mijn examen, dat op 2 juni gaat starten. Examen van praktijk. Ik moet verbanden aanleggen, een pop wassen. Zeggen wat ik doe, een zorgplan uitschrijven. Dus ja, dat vraagt ook al veel voorbereiding. Dus binnenkort amper fit. Hopelijk gaat Aisha nog een vlog uploaden voor ons. En misschien in de vrije dagen. Dat ik en Aisha misschien afspreken, geen idee. Haar schema is ook druk. Wacht, dat is een moeilijk, nog eens hier. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe druk haar schema is, maar ja. Ik kijk af en toe haar vlogs en ze zegt de hele tijd van ja, ik en Kenzie gaan dan nog een vlog opnemen. Ja, ik en Kenzie.
Maar we zien geen Kenzie in de vlogs. Dus ja, ik weet niet of dat ze een keer vrij is voor met mij af te spreken. I don't know. Of misschien dat ze naar mij komt of ik naar haar. Voor samen te vloggen. En als ze naar mij komt, kan ze misschien voor jullie een Call of Duty gameplay maken. Geen idee. Geen idee, maar ja, ik moet dat nog allemaal bespreken. Maar ik spreek ze heel weinig aan, helaas. Nervous. Je weet wat ik allemaal bedoel. Ja, ik weet, ik sta vandaag een beetje hyper. Maar ja, een beetje nervous. Waarom ben je nerveus voor haar aan te spreken? Leg dat keer uit. Jullie moeten nog veel weten van ons. En sommige dingen houden we liever buiten YouTube af. Dus ja. Maar ja, toch. Diversiteit voor haar aan te spreken. En de logica van het bos is weer terug. Als jullie deze video nog niet bekeken hebben van de logica van het bos, geef even nu te klikken op deze annotatie in het scherm. Het komt ergens, I don't know, nu in beeld. Annotatie, klik. Klik op link, klik nu. Logica bos. Yes, alright. Doggy style. Oké, ja, er staat dus een logica in het bos. Er staat hier een truck in het bos. Er zit de deur staat open. Nee. En er zit weer een man met een zwart pak achter mij. Gezellig. Het is te klein daar. Ik heb hier een papiertje. Mohaha. Nee. We gaan niet naar daar. We gaan gewoon teruglopen, ja. Of niet? Nee, mag niet. Misschien wel. Ja. Nee. Dus, Sander zegt van. Nee, mag niet. Nope. Dus het mag niet. Dus ja, terug snel. Dus we gaan terug snel naar die vloggedeeltes. Vlog. Waarom neem ik eigenlijk geen solo vlogs op? Namelijk, ik sta niet zo goed in camera. Ik weet niet, ik vind het van mezelf. Ik sta niet goed in camera. Praat ik graag in camera? Ja, ik maak graag vlogs zo als ik op reis ben of dat ik met vrienden weg ben. Dat is zo leuk, man. Niet zo'n vlog van eenzaam op mijn kamer van hallo, ik heb namelijk nog zelfs vlog gedaan vroeger. Ik heb zelfs nog vlogtips gegeven. Het waren wel marginale vlogtips eigenlijk. Van om te zeggen van als je een vlog maakt, moet je niet in een pyjama staan. En om te zeggen van oh, serieus. Oké, vroeger nog naar vlogs gekeken van YouTubers, ik weet YouTube, je altijd heen en weer, ja. Ik weet wel. Maar ja, er hangt er een page. Interesting. Hebben. Yay. Maar ja, dus terug naar de YouTube gedeelte, dus die vloggers. Dus ja, ik heb naar een vlog gekeken waar iemand is in een pyjama stond te vloggen. Ja, klinkt wel raar. Oké, als je een beroemde vlogger zei, iets van ik zeg maar 30.000 abonnees. En je doet ene keer een vlog in je pyjama, gaan de mensen nog zeggen van, ça va. Maar als je heel altijd een vlog in je bed doet in je pyjama, in de donkere, met een cameraatje, met licht op je gezicht, dat kun je nou niet meer goed, mensen. Allee, dat is toch geen vlog meer. En we zijn weer bij het startpunt. En nu gaan we Slender tegenkomen. 1, 2, 3, Slender, kom het tevoorschijn. Ik weet wel dat je ergens achter die bosjes zit. Zo graag mij eens een bezoekje wil komen brengen. Niet vandaag. Because I'm on my period. Mag ik door het bos lopen? Zo raar, ik ben zo opgefokt voor Slender te spelen. Meestal vlieg ik door deze game. Nee, met vliegen bedoel ik dat ik meestal zo snel mogelijk dood wil van please, sterf. Deze keer. Denk in de hype voor Slender. Binnenkort komt er ook nog Outlast uit op het kanaal. Ik weet, ik heb al één deel opgeload van Surprise. Voor Aisha. Weer al Aisha. Ik weet Aisha. Ik heb zelfs een heel leuk liedje van. Dat ze in Parijs het liet afspelen. De klootzakken. Ja, en binnenkort komt er ook nog een vlog van ik en Victor online. Wie Victor niet kent, dat is gewoon een vriend van mij. Ik heb hem een keer laten meedoen in de vlog. Dus de Parijs vlog kan het ook dan nog online staan. Maar scholen zijn zo'n klootzakjes. Ze lieten de hele tijd de vijfzelfde liedjes afspelen. En ze lieten de hele tijd Aisha afspelen. En natuurlijk, als je de kat bij de melk zet, kun je het verwachten. Dan zeg je dan opeens daar allemaal te zingen van Aisha. En dan sta je daar met je blije bakjes van
oh mijn god, ik haat jullie één voor één. En dan vragen ze waarom. Ah ja, gewoon ja. Ligt er iemand een liedje te zingen? Hè? Hè? Maar ja, genoeg over Aisha. Ik weet, speciale vlog. Speciale vlog, ja. Heel goed bezig. Ik ben aan het vloggen. Jee, zie me niet. Ik vlog door het bos met een zaklamp. Een pijp. Oké. Nee. Ik wil door de pijp. Er komt daar van straks een heel foute grap erbij. Ik wil niet zeggen, maar ik zeg liever voordat YouTube zegt van what the fuck. Er draait hier precies geen page. Ja ja. We gaan langs hier. Kom op, slender. Dus ja, deze video is heel speciaal. Ik weet, ik wil je even stilzwijgen voor. Maar ja, omdat Slender weer achter de bosjes aan het gluren. Ik weet wel. Dat je een keer wilt komen gluren bij mij. Slender. Ik weet wel, je ziet. Zie. Je zit achter mij, hè? Je zit achter mij, maar ik krijg me niet te pakken. Nee. Kijk, ik stond daar al in het midden van de weg om te zeggen van hug me. I said no, I don't want to hug you. You are there, but you have no face. No hug for you. But why? You have no face. No hug for no faces. You racist bastard. I know I'm racist. Leave me alone. Tja, geen knuffel voor meneer Slender. Hij heeft geen gezicht. En nou weer dat die zaklamp zo biedt uitvalt, Pinky had te flippen van mijn zaklamp is uit. Kom op zeg. Hoeveel peetjes hadden wij nu alweer? Het record was 5. Ik zit aan 4 denk ik. Ik vraag me af. Wat gebeurt er dat je alle 8 peetjes krijgt? Komt er dan op? Gefeliciteerd. Heb Slender verslagen. Kom op. Waar is die pagina? Waar is pagina? Wow. Oké, deze game lijkt een beetje. Ren. Ren, mens! Kun je niet sneller lopen? Wij zijn zo dood, hè. En we zijn dood. Omdat dat mensen niet wou lopen. Maar ja, mensen, hopelijk vonden jullie deze kleine Slender video leuk. Ik weet, ik was heel gemotiveerd vandaag. Kan een keer gebeuren, maar ja. Ik heb me precies overschat van maar 3 pagina's in plaats van 5. Sorry daarvoor. Maar ja, mensen, laat zeker een like achter voor Slender. Subscribe op het kanaal voor meer Slender, Outlast, Call of Duty en South Park, The Stick of Truth komt er misschien binnenkort ook aan. Geen idee hoe ik het zou doen. Maar toch mensen, ik ga jullie laten. Ik hoor jullie de volgende keer weer bij een andere commentary. Later, dag.